Wauw, wat een vet circuit, man. En dan bedenken dat die vroeger ook echt de Formule 1 races werden gehouden. Wat voor formule? Een rekenformule? Laten we maar gaan racen. Stoere gasten, pittige dames, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Toy Gear. Het programma waarin Jay, Jesse en Max vette toys van Berg gaan testen. Vandaag het circuit van Zandvoort. Klaar voor de start? Af! En weg zijn ze en na een vliegende start komt ons testteam als eerste uit de Tarzanbocht het rechte stuk op. Vanuit mijn positie lijkt Jay met zijn wendbare FXX racer een lichte voorsprong te hebben, maar het team ligt nog dicht bij elkaar. Jay houdt zijn voorsprong prima vol in deze bocht dankzij de super slickbanden van zijn FXX. Oei oei oei, ik weet niet wat er gebeurd is, maar in de chicane pakt Max de leiding met zijn bergracer. Oh, en de aerodynamische spoiler van de FXX zet Jay weer aan de leiding. Max zit daar vlak achter. In dit shot is mooi te zien dat hij zijn spoiler zelf bestickerd heeft. Jesse zit heel slim in het derde wiel met haar Italia 150. Die heeft het achterste van haar tong nog niet laten zien. Als je dit circuit zou moeten rijden met de raceauto, dan zou je ongetwijfeld al een keer getankt moeten hebben. Jay ligt op kop en Jesse moet nu komen. Ze zijn op het rechte stuk en de super racebanden van de Italia 150 moeten zich nu bewijzen. En ja, ja, ja hoor, Jesse flikt het als eerste over de streep. Wat een prestatie. Dat is echt te gek. Wat een gaaf ding is dit, zeg. Ik zat in elke bocht lekker en bij het rechte stuk kon niemand me bijhouden. Wat een geweldige race was dit. Heel Italië zal trots zijn. De Ferrari 150 Italia is de grote winnaar. Met naast zich de Berg Racing BF3 en de Ferrari FXX Racer. Gefeliciteerd! En dan nu champagne. Ik bedoel cola. Met de snelheid van de Skelter zit duidelijk goed. Maar zijn ze ook in staat om zo stoer te zijn? Nu snap ik waarom rook zo slecht voor je is. Hey, echt niet normaal die rook, maar wel heel vet. Jongens, en meisjes, die moeten wij toch ook kunnen? Maar wel met de Skelter des Skelters. De Ferrari Exclusive. Max weet wat hij wil. De Ferrari FXX Exclusive is de ultieme racewagen waar iedereen met open mond naar staat te kijken. Je vader zal gek worden van jaloezie. Alles klopt. Aerodynamische spoilers, lichtmetalen velgen en maar liefst 7 versnellingen. Met extreem platte superslicks en een elektronische boordcomputer kun je iedereen een poepie laten ruiken. Of beter een poepie laten roken. Oké, Max, doe je ding. Laat ze wat zien. Probeer zoveel mogelijk rook te maken dat de achterbuurvrouw de brand in beeld. Komt voor elkaar, deze test is een eitje. Het rookt als een gek. Weer een vette test geslaagd. Absoluut. En zag je die kop van die brandweerman? Mooi, hè? Dat was zeker mooi, Max. Deze test op het circuit vandaag hebben bewezen dat het met de snelheid en de stoerheid van de racekelters van Berg dik in orde is. Jongens, dit is echt Toy Gear. Als je van racen houdt. Of gek bent van Ferrari. Dan moet één van deze skelters in je schuur of garage staan. Maar zorg dat je niet uit de bocht vliegt. Grapjas, volgende aflevering pak ik je terug. Dit was Toy Gear. Het programma waarin ons testteam het uiterste vraagt van de toys van Berg. Hier op het circuit of op een zanderige crossbaan. Wij zijn erbij. Kun jij niet wachten? Kijk dan alvast op bergtoys.com.